Kijk, dit is Kairouan, de heilige stad van Tunesië, 200 kilometer ten zuiden van Tunis, midden in het door de watersnood getroffen gebied. Kairouan herbergt momenteel veel vluchtelingen en de overheid helpt op het ogenblik door bonnen voor voedsel en kleding te geven. Maar voor de rest herinnert uiterlijk tenminste bijna niets meer aan de verschrikkingen die de bevolking in deze streek heeft moeten doorstaan. De Tunesische vlag op het gemeentehuis hangt nog half stok, maar het straatbeeld is weer normaal. Druk, kleurrijk, levendig. Kairouan met zijn vele moskeeën, centrum van religie, met zijn markten en winkeltjes weer, centrum van drukke handel. Het is overigens de enige plaats waar de Nederlandse militair hier in zijn schaarse vrije tijd wat ontspanning kan zoeken. Opname die we woensdag maakten in de stad Kairouan in het rampgebied van Tunesië. Een stad in feestelijke stemming, omdat op die dag de Ramadan, de grote vastentijd voor de moslim, was afgelopen. Iedereen flaneert in zijn beste kleren door de straten. Mannen begroeten elkaar met de broederkus en wensen elkaar Laid Mabrouk, een gelukkig feest. Kinderen krijgen nieuwe kleren en speelgoed en men eet speciaal brood en kleurige zoetigheden. Niets van dat al bij de Nederlandse